Degene die vrijwillig voor een ander zorgt, zijn vinger in de lucht willen steken. Dat we een beetje weten hoeveel vrijwilligers er zijn. We hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen wijkteammedewerkers en informele partijen. Dus dat zijn eigenlijk vaak vrijwilligers of actieve buurtbewoners of mantelzorg. En we hebben gekeken naar hoe die samenwerking gaat en wat daarin beter kan. Wat mij heel erg opvalt in hoe jullie het onderzoek hebben gedaan, is dat je de blik heel erg formeel houdt. Maar het echte informele, dat is anders georganiseerd. Dan denk je weer vanuit de individuele cliënt, persoon. Als je daar echt bij zou aansluiten, dan zou je een systeem andersom hebben. De wijkteams in Amsterdam zijn best wel, het zijn heel gespecialiseerde wijkteams. Ze hebben een hele specifieke doelgroep en zijn daar gewoon heel druk mee. Want die hebben nu alleen maar tijd om met cliënten te werken, dus mensen direct te helpen, maar niet om met die mensen uit die buurt, die vrijwilligers, te praten en hen te leren kennen. En we denken dat de mensen die er wel voor betaald krijgen ook betaald moeten krijgen om dat soort gesprekken te voeren, dus om die mensen beter te leren kennen. Wat ik het mooie vind van de app, dat is dat het enorm snel aan het groeien is en formeel elkaar gewoon ontzettend snel nu vindt. Oplossingen aandraagt. Normaal weet je niet echt van oké, waar kan ik terecht? En nu kan je je vraag daar instellen. Natuurlijk is het wel heel belangrijk om daar ook informeel in te betrekken. Want informeel komt juist net ietsje dichterbij de mensen zelf.